Hugo de Jong heeft gezegd, we moeten 100.000 woningen bouwen, maar eigenlijk doet hij alles om dat te voorkomen. Dus het is heel logisch dat eigenlijk heel veel mensen hun vastgoed gaan verkopen nu. Omdat de overheid gewoon een onbetrouwbare partner is gebleken. Dat je opeens kan de overheid bepalen dat de prijs van jouw product, van jouw belegging, dat die omlaag moet. En dan zie je gewoon dat ja, de China die exporteert die producten. En in de vrije markt zou je zeggen van ja prima toch, goed voor de consument. Maar nu eigenlijk China eigenlijk beter is geworden in die dingen dan, dan de Amerikanen bijna. En beter dan de Europeanen. Vinden ze het opeens niet leuk meer. Dat onder andere Ghana en Nigeria hun goud weghalen uit, uit Amerika. Ze vertrouwen de Amerikanen niet meer, dus dat is ook wel al, al grappig. Dus eigenlijk betaalt Japan dan dubbel de rekening. Aan de ene kant vanwege de, de munt die minder waard wordt. Aan de andere kant vanwege dat de energieprijzen stijgen. Dus je ziet dat Japan eigenlijk nu dat de balans doorslaat naar het negatieve. Dat Japan eigenlijk op die manier kan in een hyperinflatie terechtkomen. Als de markt het vertrouwen verliest en de centrale bank niet in slaagt om, om die munt stabiel te houden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Holland Gold Podcast, waar we praten over financiën en de geopolitiek. Vandaag hebben we een gesprek met Frank Knopers van GeoTrendlines. Frank, welkom. Ja, goedemorgen. Leuk om weer terug te zijn. Uh, tijd verlicht, dus uh, voor je het weet, dan, uh, is het weer zover. En er gebeurt veel. Dus uh, genoeg te bespreken. Ja, daar gaan we straks op inhaken. Uh, de mensen kunnen jou ook in het echt zien op 16 mei in Alkmaar. Daar hebben we namelijk een evenement. Uh, en je collega van jou, pa, uh, Sander Boon, is daar een van de sprekers. Uh, Paul Buiting, die zal ook uh, Wie Duck gaan interviewen. Uh, dus het wordt één uh, leuk groot evenement. Vind je het nou leuk om Frank in het echt te zien? Bestel dan je kaarten. Er zijn 200 kaarten en uh, de, de laatste 30 zijn nog beschikbaar. Dus uh, bestel gauw en ga naar hollandgold.nl slash evenement en dan uh, zien we u daar. Dat lijkt, uh, lijkt ons hartstikke leuk. Um, Frank, ja, laten we meteen doorgaan en, uh, en beginnen. Uh -huh. uh, we gaan het over Japan hebben. Nou, Japan is een uh, interessant uh, land, economisch gezien. Staatsschuld van 260 procent. En uh, wat gebeurde na afgelopen week? Uh, de, Japan, die, de Japanse yen die was eigenlijk uh, op zijn laagste punt sinds 1995 ten opzichte van de dollar. En er uh, was een beetje een paniekreactie, leek wel, van de Japanse centrale bank. Wat is er precies uh, gebeurd, Frank? Ja, wat je eigenlijk al ziet, is sinds, uh, sinds 2022 dat uh, de rente begon te stijgen in Amerika en in, uh, in Europa. Dat die renteverhogingen die hebben best wel effect gehad op, op de Japanse munt. Omdat de Japanse centrale bank uh, ja, vasthield aan een, aan een rente van 0%, of min 0,1 tot plus 0,1. Dus die rente bleef in Japan rond de 0%, terwijl in Europa en Amerika ging die richting de 4-5% in, uh, in ongeveer een jaar tijd. En daardoor werd het eigenlijk veel interessanter om die andere valuta te bezitten en dus Japanse yen te verkopen. Ja, wat er daardoor is gebeurd, de Japanse yen is daardoor gedaald van 110 yen tegenover de dollar ja, richting de 130, 140. En uh, wat, je recent is, wat recent is gebeurd, is dat uh, ja, Japan is eigenlijk in maart gestopt met uh, dat, dat lage rentebeleid, dat ze dus een renteverhoging hebben doorgevoerd, maar nog steeds dicht bij nul. En afgelopen vrijdag was er dus weer een rentebesluit. En dan markt rekenen erop dat de Japan de rente zou verhogen, die centrale bank, maar dat hebben ze niet gedaan. En toen ontstond er wel een beetje onrust, ook in combinatie met uh, ja, de verwachte renteverlagingen die in Amerika en in Europa die misschien toch niet doorgaan. Dat betekent eigenlijk dat het renteverschil uh, tussen Europa, Amerika en Japan groot blijft. En dus die yen eigenlijk minder interessant. Ja, en toen gingen speculanten dus zagen speculeren tegen, uh, tegen de Yen, die gingen verkopen. En die koers schoot vrijdag uh, ja, naar 160. Uh, dat is ja, het laagste niveau sinds uh, 1990. En 1990, ja, dat weten de mensen al die er langer volgen. Die, uh, toen, toen stortte de hele Japanse economie uh, die beurs in elkaar en die hele bubbel. En nu staat hij op het laagste niveau uh, net zo laag als toen, tegenover de dollar. Dus dat is eigenlijk wel uh, frappant. Want vrijdag ging die koers dus naar beneden en iedereen verwachtte dat de centrale bank zou ingrijpen. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Dat gebeurde pas op maandag. Toen gingen ze opeens gingen ze, weer, uh, gingen ze weer kopen. En toen heeft de Japanse centrale bank na verluid uh, voor 35 miljard dollar aan uh, valutareserves hebben ze op de markt gebracht. Om daarmee yen te kopen en de yen te ondersteunen. Ja, daarna ging de koers van de yen weer naar beneden. Dus eigenlijk is de markt aan het testen hoe ver de centrale bank gaat om, uh, om die munt te verdedigen. Want gisteren was er weer een, uh, ja, weer een ingreep van de centrale bank. Dus je ziet eigenlijk dat daar een, een heel spel uh, plaatsvindt tussen de markt en de centrale bank. Waarbij de centrale bank steeds in een moeilijkere positie komt. Ja, want Japan is een van de, volgens mij zelfs de grootste uh, opkoper geweest altijd van Amerikaanse staatsobligaties. hè? Ja, een van de grootste, ja. ja staat in het rijtje met China, zeg maar. Uh, dat zijn toch twee grootste. Maar ja. is, het, is het nou zo'n ramp uh, als de yen uh, valt? Want je hoort ook wel eens dat uh, landen, bijvoorbeeld China uh, uh, en zelfs Amerika, ook dat ze hun uh, munt ja, niet te duur willen hebben, uh, voor, voor de export natuurlijk. Ja, zeker. Dat is een beetje het verhaal van, uh, van Jim Rickards, een jaar of acht geleden of tien geleden, meen ik. Toen ging het echt over currency wars en uh, het goedkoper maken van je munt en dat de Amerikanen daarmee bezig zijn en de, en de Chinezen ook. Ja, je zou denken van een goedkope munt is gunstig voor je export, want jouw producten worden gewoon goedkoper uh, in het buitenland. En Japan exporteert veel, ze maken heel veel auto's, heel veel elektronica en dat soort dingen, dus dan denk je van dat is gunstig. Maar ja, wat is er nou gebeurd? En, uh, in 2011 is er een, uh, een grote aardbeving geweest en een kernramp bij Fukushima. Toen hebben ze besloten om kernenergie te stoppen en dus meer uh, aardgas te importeren en meer steenkool. Ja, in 2022 uh, weet ook wat er gebeurd is. Toen gingen die gasprijzen door het dak heen. En toen had Japan in één keer een tekort op de handelsbalans van 160 miljard dollar omgerekend. En dit jaar hebben ze weer een tekort. En wat je nu ziet is dat die energieprijzen die blijven wat oplopen, vooral olie. En dan komt dan die valutadaling komt er bovenop, omdat Japan moet die dollars, dollars hebben om olie te kopen en gas. Dus eigenlijk betaalt Japan dan dubbel de rekening. Aan de ene kant vanwege de, de munt die minder waard wordt, en aan de andere kant vanwege dat de energieprijzen stijgen. Dus je ziet dat Japan eigenlijk nu dat de balans doorslaat naar het negatieve. Dat het voordeel van de export is nu kleiner dan het nadeel van, van de hoge importrekening. Dus ze zijn heel veel geld kwijt aan het importeren van grondstoffen en, en energie. Dus in die zin in Japan eigenlijk zitten ze, zitten ze muur vast. En dat zie je ook in het rentebeleid. Want de centrale bank die, die wil de rente wel verhogen misschien. Maar ja, de Japanse economie is vol met schulden. En de overheid heeft 250% uh, staatsschuld van het BBP. Ja, als die schuld, uh, als die rente oploopt. Stel dat het 3, 4% wordt. Ja, dan gaat de Japanse overheid gewoon failliet. Dus dat, dat kan gewoon niet. Dus dat is heel gevaarlijk. Eigenlijk zie je daarin dus een, uh, ja, dat, dat Japan eigenlijk in die manier kan in een hyperinflatie terechtkomen. Als de markt het vertrouwen verliest en de centrale banken niet in slaagt om, uh, om die munt stabiel te houden. Dus dat is wel echt iets om, uh, om in de gaten te houden. Is dat een voorbode ook voor, uh, ja, voor ons en uh, voor bijvoorbeeld de, de Verenigde Staten, die ook al boven de 100% staatsschuld zit op dit moment? Ja, nou Japan loopt wel echt voorop daarin. Japan heeft ook veel vergrijzing, maar uh, ja, het is wel kenmerkend in Amerika ging de rente ook omhoog. Amerika heeft ook best veel kort gefinancierd, dat ze heel veel leningen, heel veel schuld moeten doorrollen binnen 1, 2, 3 jaar. En dat betekent gewoon dat de rente die Amerika betaalt over de schuld, die is gewoon in een jaar tijd is die verdubbeld naar, uh, ja, naar 1 biljoen, meen ik. En het was 400 miljard. Dus uh, die rentelasten die schieten omhoog door die hoge rente. En dat kan eigenlijk Japan niet hebben, maar dat kan ook Amerika niet hebben op een gegeven moment. Als dus er te veel, uh, te veel geld bij moet elke keer, dan moet elk jaar weer geleend worden om, om rente te betalen. Ja, dan, dan kom je in een soort van schuldenval terecht. Dat, dat, is, uh, dat is wel een scenario wat, wat op de middellange termijn gaat spelen. Zeker als overheden en, en ja, bureaucraten en politici allemaal meer geld gaan uitgeven. En dat geld er eigenlijk gewoon niet is. Dus dan moeten ze het allemaal lenen. Dus dat wordt een hele dure grap. En op een gegeven moment gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon vastlopen. Dat is mijn verwachting. Ja. Ja. spannend. Dan gaan we naar een ander onderwerp, naar China. We zien natuurlijk al een langere tijd dat, uh, ja, dat er sprake is van een soort van handelsoorlog tussen China en Amerika. Dat begon eigenlijk al onder Trump, hè, die heel streng was richting China. Uh, maar dat beleid wordt uh, nu eigenlijk door de Biden-administratie doorgezet, lijkt wel. Want uh, Yellen was laatst op bezoek en die was best wel kritisch uh, op China. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wat, uh, wat Yellen heeft gezegd is dat eigenlijk de Chinezen uh, de markt overspoelen met goedkope producten. Nou, volgens mij doen ze dat, de afgelopen twintig jaar doen ze dat al. Uh, als je kijkt wat er in de winkels ligt en waar het gemaakt is. Dus dat doen ze al, maar nu is dat opeens een probleem. En dan gaat het ook specifiek over, over ja, over prestige, dingen zoals zonnepanelen en uh, elektrische auto's. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk Amerika graag zelf wil maken en ook Europa. Ja, dan blijkt gewoon dat China daar de hele supply chain gewoon in handen heeft. Voor alle grondstoffen en het maken van die auto's. Dus ze zijn gewoon goedkoper en maken gewoon goedkopere producten. Tegenwoordig zijn ze ook gewoon al best wel goed, uh, die Chinese auto's. En dan zie je gewoon dat uh, ja, de China die exporteert die producten. En in de vrije markt zou je zeggen: van ja, prima toch, goed voor de consument. Maar nu eigenlijk uh, China eigenlijk beter is geworden in die dingen dan, uh, dan de Amerikanen bijna. En beter dan de Europeanen. Vinden ze het opeens niet leuk meer. En dan is het opeens is het overproductie. Terwijl eigenlijk gewoon, uh, ja, in die zin is er gewoon een concurrentiestrijd die plaatsvindt. Waarbij landen allemaal proberen hun eigen uh, industrie te verdedigen. Zoals Amerika heeft ook een. Wet aangenomen, Inflation Reduction Act, vorig jaar volgens mij. Maar daar houd ik in dat, uh, dat ze heel veel eigen industrie gaan, gaan, gaan stimuleren. Dat ze heel veel subsidies geven en uh, geld uitlenen voor de bouw van allemaal fabrieken en industrie. En daarmee beschermen ze eigenlijk hun eigen markt. Europa heeft ook uh, ja, meer een protectionistisch beleid opgestart. Het Europese Chips Act voor chipfabrieken in Europa. Uh, de Repower EU, ook een plan om uh, meer te investeren in zon- en windenergie in Europa. Ja, zo zijn er veel meer dingen. En ook de oorlogsindustrie, dat ze meer uh, wapens willen gaan maken. Dus eigenlijk wat Europa en Amerika doen, is heel veel meer protectionisme toepassen. En dan geven ze China de schuld van dat ze te goedkope producten dumpen op de markt. Dus dat is eigenlijk wel uh, heel frappant. En uh, ja, de Chinezen waren ook gewoon uh, not amused. Want uh, Xi Jinping die had ook uh, Blinken op bezoek vorige week. Dat is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En die blinken, die zei ook van ja, dat, uh, die herhaalde ook dat beleid, dat economische beleid. En die, uh, die voegde eraan toe dat eigenlijk China zich meer moet distanciëren van Rusland. En uh, ja, dat is eigenlijk een punt waar, uh, waar China niet zoveel zin in heeft. Dus daar zie je wel een spanningsveld ontstaan. En wat je nu ook ziet, is dat eigenlijk de, de tendens meer wordt anti-China ja, anti eigenlijk. Je ziet de spanningen oplopen tussen Amerika en China. Maar ook dat in Europese landen dat er meer, met meer sceptisch wordt gekeken naar wat China aan het doen is. En dat is eigenlijk wel heel, heel kwalijk, want dat is gewoon uh, ja, een product van de globalisering. Dan ga je dat eigenlijk weer te niet doen door weer, uh, door weer handelsbarrières op te werpen. Want dat is nu wat, wat er wat dreigt te gebeuren. Want eerst wordt ja, geklaagd over goedkope producten uit China. De volgende stap is dat ze die producten niet meer willen hebben of dat ze daar importheffingen op gaan doen. Dus uh, ja, China is eigenlijk niet blij ermee. En uh, deze week is Xi Jinping ook uh, in Europa. Hij gaat uh, ja, tussen uh, begin mei, 5 mei, is hij uh, Komende dagen is hij in Frankrijk, in Servië en in, uh, in Hongarije. Ja, hij heeft dan echt de landen uitgekozen die wel meer, uh, waar hij meer kan halen, waar hij meer, meer verwachten kan halen aan mogelijke steun. En uh, eigenlijk, wat China wil, uh, zijn verschillende scenario's denkbaar. Of China wil een, uh, een weg drijven dat in Europa de verdeeldheid komt, of hoe gaan we met China om? Dat is een mogelijk scenario, maar je kunt ook denken, wat ik, wat ik realistischer vind, is dat China gewoon echt uh, weer toenadering wil en probeert de kou uit de lucht te halen, die vooral door de Amerikanen gecreëerd is om, uh, om Europa meer op afstand van China te zetten. En dat China juist op zoek is naar, een, uh, ja, naar het herstel van die handelsrelatie. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke ja. ontwikkeling is, dat eigenlijk China wel probeert uh, die banden goed te houden. Waar Amerika probeert om uh, Europa naar ze toe te trekken en uh, China van af te stoten. Zeg maar. Ja, dus wij zitten er als Europa eigenlijk een soort van midden in. Ja, ja. Uh, ja. En een eigen beleid, dat, uh, dat, is, uh, dat is misschien ver te zoeken. Ja, nou, dat is interessant, want uh, daar had, uh, had Mario Draghi, de voormalig bankier... die had daar vorige week een uh, opiniestuk over. En uh, dat ging ook echt over dat Europa eigenlijk is vergeten om uh, strategisch na te denken. Dat ze eigenlijk te weinig hebben gedaan aan het beschermen van. Ja, ontwikkelen van vitale industrieën. En dat eigenlijk Europa heel afhankelijk is geworden van, uh, ja, van goedkope spullen uit uh, China, goedkope energie uit Rusland en uh, techbedrijven uit Amerika. Dus, ja, dat is een beetje achteraf praten natuurlijk. Maar die observatie wordt ook gedeeld in, uh, ja, in, in die kringen, zeg maar. Dus dat is wel opvallend. Vandaag is Europa nu min of meer uh, zoekende naar identiteit. Voor hoe gaan we om in een wereld die verandert? Waarbij Amerika meer dingen doet die we niet leuk vinden en waarbij uh, Rusland dingen doet die we niet leuk vinden. En dan hebben we nog China, dus we moeten eigenlijk uh, opnieuw onze eigen positie uh, bepalen in de wereld. En dat is wat, uh, waar diplomaten zich mee bezig moeten houden en uh, de bureaucraten in Brussel. En dat zie ik nog eigenlijk te weinig, ja. dat het besef is van hey, we moeten eigenlijk gewoon een soeverein Europa zijn. Minder afhankelijk van Amerika en meer een eigen koers kunnen uitstippelen. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat, wat Xi Jinping uh, gaat vertellen in, uh, in Frankrijk en hoe Macron uh, reageert. Want er valt nog wat te winnen, natuurlijk. Ja, soeverein Europa. dat klinkt heel mooi. Ja. Maar ja, ik zou ook al, al. Ik ben zeg maar een soeverein uh, Neder Nederland. Ja, we zijn het gewoon niet eens in Europa. Dat maakt het zo lastig. Maar misschien ja, moeten we er toch. Uh, ja, moeten we toch iets doen, inderdaad, als Europa zijnde? Ja, ja dat zie je ook al na de Tweede Wereldoorlog. Dat er ook echt een idee was: we moeten echt als Europa moeten we sterk staan. Nou, toen kwam de Europese samenwerking, uh, dat weten we allemaal. En de euro kwam, en uh, goud werd teruggehaald uh, met het uh, London Gold Pool. Dat eigenlijk Frankrijk wilde toen eigenlijk al een Europese uh, een eigen geldsysteem op basis van goud. Dus dan zie je wel van ja, de dollar was toen al gezien als het probleem. En daarna is het weer ondergesneeuwd en uh, zijn we weer in het model geraakt van, van, van lenen en schulden maken. En de goud ja. is helemaal weggedrukt in een hoekje. Dus, uh, ja. ah, mooi, mooi bruggetje naar het volgende onderwerp Frank. Uh, uh, de goud, we, we hebben het al vaak over gehad hè, dat centrale banken goud aan het opkopen zijn. Mm -hmm. Vooral uh, bijvoorbeeld ook uh, een land als China en Rusland. Uh, Europa ook een aantal uh, landen. Uh, Oost-Europese landen als Polen en Tsjechië. En nu zien we dus ook weer dat, uh, dat de landen het goud terug gaan halen, gaan repatriëren uit bijvoorbeeld uh, Groot-Brittannië of, uh, of Amerika. Ja, klopt. Ja, er was toevallig uh, de laatste twee weken in het nieuws, een paar landen, dat onder andere Ghana en Nigeria hun goud weghalen uit, uh, uit Amerika. Ze vertrouwen de Amerikanen niet meer, dus dat is ook wel, uh, ook wel grappig. Nou, het gaat niet om heel veel volume hoor. Ghana heeft uh, 9 ton goud, ik heb het even opgezocht, en Nigeria 21 ton. Maar het is meer het signaal dat landen zeggen van hey die Amerikanen die, uh, ja, die hebben laatst nog besloten om de Russische te goeden, om die te bevriezen en ook te confisceren. Ja die, dat was ook maar 5 miljard of zo wat uh, de Russen nog in Amerika hadden staan. Maar dat is gewoon in beslag genomen. Dat is gewoon een schending van, van het eigendomsrecht. En als Amerika dat doet dan ja, kunnen meer landen kunnen ook risico lopen. Dus ik denk dat landen dat zien en die denken van hey dat, die Amerikanen en die dollar dat is eigenlijk een probleem. En er was laatst ook een onderzoek van een Chinese denktank. En die zei ook van, hé, hey, die dollarreserves, dat zijn eigenlijk gewoon Amerikaanse staatsleningen. Dat is gewoon een risico. Die kunnen gewoon in beslag genomen worden of die kunnen afge ja, afgewaardeerd worden. En dan heb je wel een probleem. Dus je kunt beter dat goud hebben. En wat je eigenlijk ziet sinds uh, het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Dat centrale banken echt veel meer goud zijn gaan kopen. En uh, ja, in 2022 was het een recordjaar. In 2023 was ook bijna evenveel. En je ziet het eerste kwartaal van dit jaar, is dus er uh, nog iets meer goud gekocht door centrale banken dan het eerste kwartaal van vorig jaar. Dan praat je over 290 ton. En er zijn dan vooral uh, ja, landen als uh, Turkije, China, India, die hebben wat bijgekocht. Maar ook Polen koopt uh, goud. En het uh, afgelopen jaar heeft ook Hongarije heel veel goud gekocht. En landen halen, halen goud terug. Bijvoorbeeld Polen heeft goud weggehaald uit, uh, uit Londen, Hongarije ook. Servië heeft goud uh, teruggehaald. Dat dus zijn allemaal tendensen van de laatste, ja, de laatste vijf jaar. En daar zie je wel een versnelling in. Dus dat is wel interessant. Ja, Nederland heeft ook goud teruggehaald uit Amerika, geloof ik. Ja, 2014 al. Uh, maar, ja, maar we hebben nog steeds behoorlijk wat liggen daar. Klopt. Dus, uh, ja, daar moet je wel goed van zijn. Goud, goud is zijn. politiek uh, natuurlijk. Hè? Dus uh, je kunt niet in één keer zeggen, ja. gewoon, ik haal al het goud weg uit Amerika. Want dat is echt gewoon een, een motie van wantrouwen van je welste. Dus als ze dat gaan doen, ja. dan, 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 dan ja, shit hits the fan, zeg maar. Dan gaan meer landen dat doen. Dus dat is eigenlijk uh, ja. not done, maar het is wel, het is wel een risico voor, uh, voor DNB. Als ze weten dat er goud in Amerika ligt. Ja, we zijn al goede vrienden met Amerika nog. Maar ja, dan moet je goede vrienden blijven om je goud uh, te beschermen. Dat is ook een beetje een raar iets. Dus, uh, ja, het is wel goed dat er wat gespreid wordt en dat Nederland ook wat goud heeft teruggehaald. Nu een derde ligt nu in eigen land. Ja, dus dat is wel een uh, belangrijke ontwikkeling. En wat ik eraan toe wil voegen, misschien heb ik het al eerder al eens een keer genoemd, dat uh, voor Polen en uh, Hongarije. die hebben hun goud ook teruggehaald. Dus die hebben het goud weggehaald uit Londen, teruggebracht naar eigen land. En dat is dichter bij de Russische grens. Dus als je denkt: van, ja, gaat, gaat Poetin uh, die landen binnenvallen? Gaat die Polen of Hongarije binnenvallen? Dan zou je je goud niet daarheen brengen, dan zou je het lekker laten liggen in Londen. Dus blijkbaar zien Polen en Hongarije meer onzekerheid van het goud bewaren in Londen. Dan in eigen land bewaren, dichter bij de Russische grens. Dus dat zegt mij ja, dat die dus landen uh, niet, echt een, uh, niet echt bang zijn voor een, voor een invasie. Zo zou je zeggen. Zo had ik het zelf nog niet bekeken, maar interessant inderdaad. Um, nou ja, laten we dan uh, doorgaan met het volgende onderwerp. En dat is de wet uh, be betaalbare huur. Die, uh, nou, volgens mij half april is aangenomen. Mm -hmm. En uh, wat er eigenlijk gebeurt, is dat er een, we hebben al een puntensysteem. Voor als jij een huis verhuurt uh, tot ongeveer 880 euro, dus eigenlijk sociale huurwoning, die prijzen, dan ben je verplicht om, om die lagere prijs te vragen. Uh, als je woning niet voldoende punten scoort. En dat willen ze nu uitbreiden naar 1120 euro, dus ook het middensegment. Nou, daar is heel veel kritiek op. Er zijn natuurlijk best wel wat mensen die gewoon uh, als pensioen een, een tweede of een derde woning hebben aangekocht. Ja, en die zit, zijn nu gebonden aan een bepaalde huur. Terwijl nou, in Amsterdam bijvoorbeeld, uh, ik, ik kan mijn huis als voorbeeld geven, dat is een hele simpele studio. Nou, die, die zou ik denk ik makkelijk voor 1200 euro kunnen verhuren. Maar als ik de punten ga tellen, dan kom ik misschien op een huur van 700 euro. Dus ja, ja uh, veel mensen die nu in dat middensegment zitten, die zullen nu hun woning gaan uh, verkopen... Klopt. waardoor er eigenlijk nog minder huurwoningen zijn. Uh, wat is jouw kijk daarop? Ja, ik heb het van dichtbij uh, meegemaakt. Ik, bedoel, ik heb een appartementje in, uh, in Haarlem gehad. Een oud appartementje, klein, maar wel op een mooie plek. En uh, ik had eerst het plan om een, ja, een nieuw huis te kopen met mijn vriendin... en dan uh, het appartementje te verhuren. Ja, toen zag ik die aankondiging van die, die eerste geruchten van die, van die regulering... begin uh, 2023, 2023 of zo... En toen heb ik ook gedacht van oei, dat moet ik niet gaan doen, want straks zit ik vast uh, met mijn vastgoed en dan uh, heb je bijna geen rendement en dan ben je eigenlijk gewoon een slaaf van de overheid dat je voor nul rendement je appartementje moet verhuren. Met alle risico's van dien. Dus toen heb ik besloten om het appartement te verkopen, ook vanwege die regulering die eraan kwam. En gewoon een beleggingsportefeuille ervan te maken van, van het geld, van de opbrengst. En ik denk dat heel veel beleggers dat nu gaan doen. Dat ik bedoel, als je gaat rekenen in zo zo'n appartement, ja, je hebt ook een rekenvoorbeeld uh, gegeven van wat kun je aan huur vragen. Met die nieuwe wetgeving en wat, wat heb je nodig om rendement te maken? Ja, gewoon puur op de vermogensbelasting alleen al en, en de VVE en de vaste lasten en onderhoud. Ja, en dan, dan kan het er eigenlijk al niet meer uit in heel veel gevallen. Zeker in de grote steden waarbij de WOZ-waarde heel hoog is. Voor een appartement bijvoorbeeld. Ja, dan heb je dus eigenlijk al zoveel vermogensbelasting die je betaalt, dat je, dat je gewoon eigenlijk minder kunt verdienen aan je appartement dan waar de overheid verwacht dat je gaat verdienen. Ja, dus eigenlijk rekent de overheid gewoon met twee maten. En het gevolg is gewoon dat, dat als je de reeks om gaat maken en je rendement is uh, minder dan een procent of 2 procent of negatief, dan ga je er gewoon uit. Ik bedoel, je kunt je geld ook op een spaarrekening zetten en dan heb je nergens omkijken naar. Dan heb je geen vervelende huurders. Dan heb je meer rendement en minder risico. Nou, dat, dus het is heel logisch dat eigenlijk heel veel mensen hun vastgoed gaan verkopen nu, omdat de overheid gewoon een onbetrouwbare partner is gebleken. Dat je opeens kan de overheid bepalen dat, dat de prijs van jouw product. Van jouw belegging dat die omlaag moet. Dus dat is heel, heel nadelig. Zeker voor de, ook voor het nieuwbouw. Ik bedoel, als mensen zien dat het niet rendabel is. dan gaan ze ook geen nieuwe appartementen neerzetten voor dat prijssegment. Dus het is heel leuk dat, dat Hugo de Jonge dat aanbiedt. Maar de realiteit is dat gewoon: dat het aanbod in dat segment gewoon helemaal zal opdrogen. Omdat het gewoon niet uit kan: vraag naar aanbod. Ja. Het is weer een typisch geval van uh, de overheid die een regel verzint. en uh, die eigenlijk meer, meer fout doet dan goed. En waardoor ze misschien weer nog twee regels moeten verzinnen. om dit weer, uh, weer recht te trekken. En uh, voor je te weten heb je alleen nog maar één. Ja, precies. Dan meer, meer, meer grip op de woningmarkt. Meer, uh, ja. Ja, een ambitie, ambitieuze overheid, dat is ook belangrijk. Dus uh, ja, dat is geen goed teken. Dit, dit is uh, eigenlijk met betaalbare huur, zorgt eigenlijk voor onbetaalbare huur. En uh, ja, dat vrije segment wat er nog over is, dat wordt zo klein. Dat daar enorme concurrentie gaat plaatsvinden van mensen die echt in hoge nood verkeren. En mensen die veel geld hebben, maar niet willen kopen per se. Want niet iedereen wil een huis kopen. Dus die prijzen in het vrije segment die gaan echt nog verder omhoog. Ik denk dat, dat die waren vorig jaar al met 9% gestegen. Ja, die kunnen dit jaar zomaar weer een paar procent omhoog gaan. Ja. Ja, het probleem is dat eigenlijk de aanwas van nieuwe woningen, dat, dat stokt juist. Hugo de Jong heeft gezegd, we moeten honderdduizend woningen bouwen. Maar eigenlijk doet hij alles om dat te voorkomen. Door al die fiscale, al die financiële prikkels allemaal weg te nemen. Dus uh, dat, ja. dat is echt, uh, echt, echt een drama voor de mensen die zoeken naar een woning. Ja, de wet van vraag en aanbod, die wordt, niet echt, uh, daar wordt niet echt goed naar gekeken. Want ja, er moet gewoon meer aanbod komen, heel ja. simpel. Dan, dan, dan worden de woningen betaalbaar, zo, ja. ja. En dat gebeurt dus ja, niet. Ja, je moet ook een voorspelbaarheid hebben. Als ondernemer ga je niet investeren als je niet weet uh, wat, je, wat je rendement is. Dat doet niemand. Je kunt gewoon helemaal geen rekensom maken. Je kunt wel een appartementencomplex neerzetten. En dan is het klaar en heb je gerekend met een huur van, van 14, 1500 euro. En dan wordt het 1100. Nou, dan gaat je rendement gaat weg. Dus uh, ja, dat wordt heel erg eenzijdig gekeken naar de, naar de belangen van de huurder, maar niet naar de belangen van de verhuurder. En dan is het de laatste jaren wel heel scheef geweest dat het verhuren wel heel interessant werd. Dat is ook zeker waar. Maar nu slaan ze helemaal door de andere kant op. En dat, dat gaat eigenlijk veel meer dingen een stuk maken. Ik denk ja. dat je jaren vertragingen oploopt in, in het bouwen van woningen door, alleen al door deze maatregel. Dus het is niet eens het bouwen van dingen. Het is gewoon politiek die eigenlijk de boel frustreert. En het is ook niet nieuw, want er uh, is ook een mooi, mooi onderzoek van uh, Milton Friedman. Die heeft ook een keertje dat onderzocht er is ook een paper, dat heet uh, Roofs or Ceilings. Van uh, een dak boven je hoofd of een prijsplafond zeg maar. En daarin komt ik tot de conclusie dat het eigenlijk gewoon niet werkt. Gewoon puur, puur door de simpele vraag-en-aanbod-berekening. Want de overheid subsidieert gewoon de, die, die, die huurwoningen. En uh, de, de investeerder, de belegger, die mag het gaan betalen. Dus niet, ja. Dus dat stopt vanzelf. Ja, ja interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Um, nou, iets waar de overheid helemaal uh, niks over te zeggen heeft, althans tot op zekere hoogte, dat is de bitcoin. In ieder geval van hoe het gaat met de bitcoin. Hè? Dus uh, over vraag en aanbod gesproken. Mm -hmm. We hebben natuurlijk de befaamde bitcoin halving gehad. Ja. Uh, dat betekent dat er eigenlijk, uh, jij kan het straks misschien iets beter uitleggen, maar dat er uh, minder bitco bitcoins in omloop uh, ge gebracht worden. Nog maar de helft van, uh, van voor, voor de halving. Elke keer halveert dat. Mm -hmm. um, nou, normaal gesproken is dat altijd het verhaal van... Nou, als die bitcoin halving er is, dan komen er minder bitcoins op de markt... dus dan moet die prijs gaan, uh, gaan stijgen. Nou, het, het was pas op 20 april, niet heel lang geleden. Ja. We zien dat die juist gedaald is eigenlijk... van 60.000 euro naar 53.000 euro op dit moment. Um, hoe, ja, hoe, wat voorzie jij in de nabije toekomst uh, voor de bitcoin? Die Ik denk dat die koers van de laatste weken heel erg gestegen is vanwege de, de, de hype en het sentiment rondom die halvering. Dat heel veel mensen die nieuw in die Bitcoin-markt zijn, dachten: van oh, nu gaat er wat gebeuren. Dus we zien dat heel veel mensen al daarop hebben geanticipeerd en zijn ingestapt. Ja, dus die koers ging naar recordhoogte en nu zie je wat winstnemingen. En wat je historisch ziet met die halveringen, dat is eens in de vier jaar dat dus de, het aanbod in een lager tempo weer groeit. Dus het aantal, de beloning die miners krijgen voor het minen van een nieuw nieuwe blok vinden van een nieuw blok, dat wordt uh, minder. Dus uh, ja, de groei van het aantal bitcoin, dat vlakt verder af. En dat, het idee is dat dat zorgt voor een hogere prijs. En wat je ziet in, in het verleden, is dat eigenlijk tussen de halvering en, uh, en het volgende jaar, dat dan de bitcoin koers steeds omhoog gaat. Dus dan, als je dat doortrekt, van naar het verleden naar de toekomst, dan zou je kunnen zeggen van tussen nu en een jaar gaat bitcoin uh, verder omhoog. Ja, er zijn allemaal wilde voorspellingen van 100.000, 200.000, 500.000 uh, dollar per bitcoin. En uh, ja, ik, of dat gaat gebeuren, dat, dat weet ik niet. Daar ja, ben ik een beetje sceptisch over, denk ik. Maar uh, ja, ik denk wel dat bitcoin lange termijn wel fundamenteel uh, ja, wel waardevol is. Omdat het juist een, een vluchthaven kan blijken te zijn met, met overheden die steeds meer lopen te klooien met de overheidsfinanciën en met het geld. Ik denk wat in Japan gebeurt. Stel dat het uit de hand loopt. Ja, je, je zoekt een vluchthaven. Ja, dan denk ik denk dat eigenlijk al die assets gaan profiteren: aandelen, goud, bitcoin. Alles waar de overheid niet bij kan. Dus ik denk dat dat ook wel uh, voor bitcoin heel gunstig is. En die halvering kun je eigenlijk gewoon vergelijken met. Stel dat de goudproductie volgend jaar opeens de helft minder is dan nu. Dus dan heb je al een beetje een idee van: oeh, dat, ja, dat geeft al meer krapte in die markt. Dus als die vraag blijft, dan gaat die prijs omhoog. Dus op zich is dat wel een. Uh, wel een logisch gevolg. Als je nu kijkt naar de, de stock-to-flow-ratio, dus hoeveel bitcoins zijn en hoeveel komen erbij, dan is die ratio nu al hoger bij bitcoin dan bij goud. Dus dat maakt eigenlijk al bitcoin meer een spaarmiddel dan, dan goud in dat opzicht. Dat het nog, uh, dat het nog stabieler is in het aanbod. De prijs niet, maar wel, wel het aanbod. Zeg maar. Dus ik denk dat als heel veel mensen erin willen, ja, dan moet die prijs die moet er, moet er dan omhoog. Want er is niet heel veel meer uh, extra bitcoin die je kunt, uh, kunt kopen. Tenzij je met derivaten ja, en, gaat werken, uh, dat kan natuurlijk ook. Ja, nou, die zijn er natuurlijk al, maar uh, ja, de, de kracht van bitcoin is natuurlijk juist het, uh, het, uh, ja, het gelimiteerde aantal uiteindelijk. Ja. Um, denk je dat, uh, dat, die, dat de rente daar ook heel veel invloed heeft op de prijs van bitcoin? Dat hoor je nu ook, hè? dus de, dat er eigenlijk nog niet echt zicht is op renteverlaging in de nabije toekomst, dat dat ook de, de, de prijs onder druk zet. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het toch een beetje, het is heel grillig met bitcoin. Dus soms is het gewoon, ja, dan kan ik gewoon geen reden vinden waarom het iets stijgt of daalt. Maar uh, ik denk wel als je kijkt naar de lange termijn trend. Ik heb ook laatst een analyse geschreven erover waarom eigenlijk uh, al die koersen stijgen. Aandelen en goud en bitcoin. En mijn theorie is dat, dat mensen gewoon minder sparen. Dat sparen eigenlijk minder oplevert. Of dat mensen minder waarde toekennen aan sparen. Dat ze in plaats van dat ze voor vroeger geld opzij zetten voor hun kinderen. Dat ze nu kiezen om, in plaats van een spaarpotje. Dat ze kiezen voor uh, MSCI World. Voor een aandelenmandje. En dat ze daar elke maand of elke kwartaal geld in stoppen. En ik ken best wel veel mensen die gewoon op die manier sparen in aandelen. Dat zijn eigenlijk helemaal geen beleggers. Maar dat zijn gewoon mensen die willen gewoon sparen. En dat kan niet meer in geld. Omdat het gewoon heel lang gaf dat nul rente. Vanaf 2016 tot 2020. Of 2022. Ja, toen ging de rente omhoog, was de inflatie was nog veel hoger. Dus eigenlijk nog steeds niet leuk voor sparen. Ja, dus al die spares, die gaan allemaal zoeken naar alternatieven. En dat is denk ik een soort van opwaartse druk op, 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 de, op de aandelen en op goud en op bitcoin. Dat heel veel sparers daar meer waarde aan toekennen dan aan het geld wat ze op de bank hebben staan. Dus uh, dat verklaart ja. denk ik dat die koersen steeds weer omhoog willen. En er kan wel gewoon een correctie komen, maar ik denk dat lange termijn dat, dat, dat bitcoin is wel iets wat schaars is. En dat, dat maakt het ook wel uh, iets wat wel waarde kan behouden. Mooi, mooi. En dan gaan we naar het eigenlijk, laatste onderwerp van de dag. Um, daar ga ik jou een beetje mee verrassen. Jij weet niet uh, wat ik tegen je ga zeggen nu. Ik krijg van een uh, aantal klanten, ook in de comments onder de video's. Uh, dat we het steeds, niet, uh, steeds maar over goud hebben, Bitcoin. maar dat we het niet over zilver hebben. En zilver is ook echt een uh, metaal ja, die heel veel liefhebbers heeft. Mm -hmm. Jij hebt er zelfs uh, ooit een boek over Klopt, geschreven. Ja. ja. Uh, wat, wat is jouw, uh, jouw gedachte over zilver op dit moment? Want hij is op een gegeven moment boven de 900 euro per kilo geweest. Ja. En nu, nu zit hij weer uh, onder de 800. Ja, dat is toch alweer een hele flinke stijging en weer een flinke daling in een paar weken tijd. Wat kunnen we verwachten? Ja, toen ik dat boek schreef was ik echt wel uh, echt pro-zilver, zeg maar. 2011, 2012, die tijd praat je over. Toen was ook het record, dus op zich zat het niet, 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 niet vreemd dat ik dan het meest enthousiast was. Maar daarna ben ik anders gaan kijken naar die argumenten. Dus de argumenten waarmee ik toen heel positief werd. Dat zijn eigenlijk nu argumenten waardoor ik eigenlijk heel sceptisch ben geworden. Om een voorbeeld te geven van ja, wat is nou precies de, de, de rol van zilver in, in de economie? Nou, dan zie ik het vooral als een industrieel uh, metaal. En dat het voor de industrie wordt gebruikt, maakt het eigenlijk veel minder, minder geschikt om, uh, om op te potten. Bijvoorbeeld goud, dat heeft eigenlijk weinig functies, weinig nuttige functies. En juist omdat goud weinig nuttige functies heeft, kun je dat makkelijk gewoon wegleggen. Zonder dat iemand er last van heeft. Ik bedoel, als de goudprijs omhoog schiet, dan, uh, ja, dan merken Juwelierstaat dat, dat mensen minder, minder sieraden kopen of minder gewicht. Maar als zilver heel duur wordt, ja, dan merk je dat met, met zonnepanelen en waterfilters en heel veel andere producten, elektronica, wordt het allemaal duurder. Dus eigenlijk is dat eigenlijk helemaal niet maatschappelijk gezien helemaal niet wenselijk. Dus dat is voor mij een reden geweest om uh, dat ik dacht: van, ja, zilver is toch meer die grondstof. En uh, goud is echt het ultieme spaarmiddel. En alles wat, wat, ja, dat goud ooit, of dat zilver ooit geld was, dat is ook zeker waar. Maar dat is meer bij gebrek aan beter dat zilver geld werd, want toen, toen was er eigenlijk niet heel veel mogelijk. Er was geen internet en mensen gebruikten gewoon zilvermunt omdat zilver eigenlijk net als goud een uh, ja, goede eigenschappen heeft om als munt te gebruiken, als muntgeld. Ja, nu hebben we internet, en we hebben contactloos betalen, we hebben bitcoin en ik heb gewoon het idee dat eigenlijk zilver niet terug gaat keren als een betaalmiddel, gewoon helemaal niet. Dus dat maakt het dan minder ja. interessant. En dan kijk je vooral naar de grondstofcomponent. Ja, en dan zie je dat er eigenlijk enorm veel aanbod is van zilver. Wat veel groter is dan de industriële vraag. Dus dat heeft mij, uh, ja, doen kantelen in mijn gedachten. En daardoor ben ik ook anders gaan beleggen. En nu zit ik gewoon voor, uh, ja, voor 85% goud, 15% zilver, zeg maar, die verhouding. En het was nou, omgekeerd ja, okay. dus uh, in 2010 ongeveer. Ja. Daar heb je niet goed aan gedaan op dat moment, want dat was inderdaad met de all-time high van zilver. Ja, maar ik was daar na die top, zeg maar. Toen ben ik een beetje gaan verkopen. Ja. Dus, uh, toen goud gekocht, dat was toen ook relatief duur, maar per saldo kwam ik er wel beter uit. Dus het goud heeft het beter gedaan dan zilver ook. Veel beter. Ja, ja. Hey, nou, een Mooie einde. Uh, nogmaals, kom naar het evenement. Hè, op 16 mei om uh, Frank in het echt te spreken. Hij is uh, heel benaderbaar, dus dat is hartstikke leuk. Jullie hebben ook een stand hè, met Geo Trendline. Ja, klopt. Sander is er ook, Erik is er ook. Dus, uh, en de boeken zijn er ja, van, van Geld en ja. Bitcoin. Dus uh, <coughs> mensen die dat wel lezen, dat, uh, dat zal dat vinden zijn. Ja. ja, is er nog een leuke korting voor het evenement, voor de mensen die daar willen komen. Ja, open. dat zal het regelen. Dat gaat wel lukken. Mooi, mooi. Nou, noem dan even deze video en dan krijg je een leuke korting op het boek. Uh, bedankt weer voor het kijken en uh, tot snel, Frank. Tot volgende yes, maand. ik zie je. Tot later. Oké. Okay, hoi.